Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En vandaag ga ik het hebben over de Quest Q30. Quest Q30 Plus. De kleine verschillen die erin zitten. En waarom die verschillen erin zitten. Maar vooral, hoe werkt die? Ik heb me eigenlijk erop betrapt dat ik met de Q30 liep. En dat ik lekker luid liep te brullen. Het is een hele simpele metaaldetector. Je zet hem aan en je gaat er lekker mee lopen. Ja, dat is natuurlijk wel zo als je meerdere metaaldetectors gewend bent. Of als je hiervoor met Quest gelopen hebt. Maar als je nieuw bent in de hobby en je gaat voor het eerst met een Quest lopen, dan is het wel handig om exact te weten wat die knopjes doen en waar ze voor zijn. Dus ik ga laten zien hoe die werkt. Ik ga laten zien wat er gebeurt als je de knopjes indrukt. De Q30 Plus. Als we de Q30 Plus aanzetten, dan start hij netjes op. Dan heb je een heel veld vol met allerlei informatie. En daaronder de bijbehorende knopjes. Ja, hoe zit dat nou? Wat is nou belangrijk en wat is nou niet belangrijk om te beginnen? Nou, om te beginnen is als eerste belangrijk deze balk. Hier staan je menus in, of je zoekmodus. Laat ik het zo noemen. Als je deze knop indrukt en je gaat met de pijltjes toetsen naar boven en naar beneden, dan ga je door die menus heen. En wat houden die menus nou in? Nou, die menus die zijn voorgeprogrammeerd op een bepaalde situatie. Zo heeft hij ook een field gemaakt. Een wet sand. Zout water. Goud 1 en goud 2. Nou, voor Nederland is die goud 1 en goud 2 niet heel interessant. Je kan hem uitproberen, je kan kijken of je je voordelen eruit kan halen. Maar het is niet mega interessant. De meest voorkomende voorgeprogrammeerde settings zijn park, field en strand. Als je een van die settings gekozen hebt, ik laat hem nu eventjes op park staan, dan zie je hier buiten in de rand een balk staan. En in die balk staat één blokje aan. En dat houdt in dat dit eerste blokje niet meetelt in het zoeken. En vaak zijn dat ijzeren spijkertjes. Dit is heel weinig. Dit is wat ik er het laatste mee gezocht heb. Als je die wil veranderen, dan druk je dit wieltje één keer in. En dan gaat deze aan. Exclude ID. Dus dat betekent dat je de ID kan wegfilteren. Dat kan je doen door het pijltje naar beneden en naar boven te doen en deze in te drukken. Dat is je enter. Nu heb ik van 0 tot 24 uitgediscrimineerd. Deze grootste halve cirkel geeft aan welke schaal jouw vondst binnenkomt. Als ik bijvoorbeeld deze ring langs de schotel haal, dan zal die ergens hier een blokje geven en hij zal hier in het midden een cijfer geven. Dat komt overeen met elkaar. 25, en je zag hier ook het blokje 25 aanstaan. De eerste knop. Pijltjes toetsen omhoog. Ga ik naar de 25. Die zit er niet tussen, maar dan doen we 24. Deze knop is enter. En we doen 28. Enter. Dan zal je zien dat de ring niet meer doorkomt. Hij ziet hem niet meer. Dat noemen ze discriminatie of notch. Discriminatie is eigenlijk van beneden naar boven alles. En notch is een gedeelte. Dat kan je met het vinkje en het verkeersbordje doen. Ik zal het gauw weer weghalen, want ik raad het eigenlijk iedereen af. Wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld laag wat weghalen. Dus 4, 8, hooguit tot 12 haal je weg. En daarmee zorg je ervoor dat de spijkertjes, de kleine spijkertjes, minder goed doorkomen of helemaal weg zijn zelfs. Het tweede icoontje sla ik heel eventjes over, want die zit wel op de Q30 Plus, maar niet op de Q30. Dus daar kom ik straks op terug.
Het derde icoontje zijn je geluiden. Twee tonen, drie tonen, vier tonen, pitch. Speel ermee, luister wat je zelf het prettigste vindt. De een vindt drie tonen het prettigst, de ander vindt twee tonen het prettigst, de ander vindt pitch het prettigst. Daar kan ik geen advies in geven. Dat is puur wat je zelf jezelf aanleert en wat je zelf het prettigst vindt. Mijn persoonlijke voorkeur is een drie tonen. Dan hebben we fessen. En fessen is F-E-sen, dus pharosense. De pharosense is iets wat ervoor zorgt dat je ijzer wel of niet doorkomt. Hij zal het altijd detecteren, maar hij zal het niet altijd doorgeven. De fessen werkt vaak op wat kleinere ijzeren dingetjes. Dus dat is bijvoorbeeld spijkertjes, draadstaaltjes, brokjes ijzer. Heb je de fessen uitstaan, zal je geen brom meer horen. Heb je hem op één staan, zal je zachtjes een brom horen. En hoe verder je hem omhoog zet, hoe meer die brom van ijzer door zal komen. Persoonlijk zet ik hem vaak op 2. En dan hoor je net aan die brom ertussen door. En dat geeft net het verschil tussen, oké, er ligt wat van ijzer of het ligt er niet. Ik heb hier 4 targets. En die 4 targets, die hebben alle 4 een andere waarde. Van laag naar hoog. En ik heb ook de toons bijvoorbeeld op 4 tonen gezet nu. Dus wat er gebeurd is. Deze heeft een waarde van 25. Dat is een ring. Een klein gespje, die heeft een waarde van 31. En een grote plak, koper, en dat heeft een waarde van 91. Maar ik zei toch 4 en je hoort er nu 3. Ja, er ligt een ijzeren schroef. Beetje rommelig. En dat zijn die twijfelgevalletjes waar mensen op graven en zeggen, ik heb weer ijzer. Ik heb weer ijzer. Nou, wat gebeurt er nou als ik de fessen aanzet? Komt er ineens een brom tevoorschijn. Dus het is wel een twijfelgeluid, maar er zit ook een brom tussen. En die zit daar niet bij. Die zit daar ook niet bij. En die zit daar ook niet bij. Maar hier wel. Dat is het effect van fessen. Als je helemaal niets indrukt, helemaal niets, en je begint met je plus- en min-toetsen in te drukken, dan zal je zien dat de disc sense omhoog of omlaag gaat. Dat is de sensitivity of de gain. En ja, dat wordt op verschillende metaaldetectors verschillend genoemd. De ene keer zeggen ze gain, de andere keer zeggen ze sense. Als je het letterlijk vertaalt, dan is het volume of gevoeligheid. Ik zelf denk dat het een mix van die twee is. Als je de gain heel laag zet, of de sense, dan zal je detector steeds stiller worden, steeds minder bijgeluiden geven. Alleen, hij detecteert dan ook minder snel iets. Hij is wat minder gevoelig. Op het moment dat je hem heel hoog zet, dan is de detector heel gevoelig, maar zal die dus ook veel meer bijgeluidjes geven. Het ligt aan de situatie en aan de locatie hoe hoog je hem exact zet. Dus daar is geen vast gegeven voor. Dat is ook een gevoel. Je loopt. Wat ik vaak doe is, ik ga lopen en dan zet ik hem ergens rond de 95. Vind ik hem echt te lawaaierig, vind ik dat hij te overdone is, dan ga ik gewoon 2 stapjes terug. Is het nog verder overdone, zet ik hem weer 2 stapjes terug. Net zolang totdat ik het zelf prettig vind lopen. Het is niet zo dat als je hem op 96 hebt staan, dat hij heel veel dieper gaat als dat je hem op 90 hebt staan. Die diepteverschil, die ga je pas merken als je hem heel erg laag zet. Dus je kan best ergens tussen de 80 en de 90 gaan spelen daarmee, zonder dat je daar diepteverlies in hebt.
Dat, die laatste 10 is meer een soort gevoeligheid in plaats van diepte. De volume zit aan deze kant. Op het moment dat ik deze knopjes... Er zitten hier 2 knopjes en die kan je plus en die kan je min doen. Op het moment dat je een min doet totdat alle streepjes hier weg zijn, is het geluid uit. Doe ik hem nog eentje lager, dan wibbert hij. Dus dan trilt hij. En dat is voor slechthorenden, maar ook voor onder water. Onder water zie je je scherm niet. Onder water is de beleving anders. En dan is het gewoon heel fijn als je metaaldetector ook een beetje bibbert. En het volume kan best hard. Dat is het volume. Dan hebben we aan deze kant ook 2 knopjes zitten. En de een is voor backlight. Die heeft 2 standen. Uit, aan en heel erg licht. En weer uit. Dan zit hier nog een knopje. Voor je draadloze verbinding. Dit knopje is voor je draadloze verbinding. Op het moment dat je die indrukt, ga je hier wat knipperend zien. En op het moment dat je dan je koptelefoon aan gaat zetten. Er zit hier in het midden zit een knopje. Waarmee je hem aanzet. En op het moment dat hij verbonden is, zal deze stil gaan staan. Rechts onderin het knopje is grondbalans, ground grab. Als je die 1 keer indrukt, dan geeft die ground grab result. En dat is standaard bij Quest 90. Ik heb gemerkt dat als je die standaard op 90 laat staan, dat het eigenlijk heel goed werkt. Mits je op het strand loopt. Op het strand zet ik hem op 0. Maar... ook dat moet je voor jezelf even kijken hoe dat het beste werkt. Wat ook werkt, is het pompen. Dus je drukt hem in. Je gaat pompen met de schotel. En dan gaat hij zelf een getal aangeven. En als hij daarmee afgerond is, geeft hij een piepje. Dat kan. Maar mocht je nou niet tevreden zijn met het resultaat van die ground balance, kan je hem altijd weer terugzetten op die 90. Dat is de standaardwaarde. En dat terugzetten, dat doe je eigenlijk door hem gewoon 1 keer in te drukken. Dan blijft hij staan voor een x-aantal seconden. En tijdens die secondes kan je zelf met de pijltjes toetsen de grondbalans hoger of lager zetten. Dan hebben we hier nog een knopje zitten en dat is de pinpointer. De pinpointer, die hou je ingedrukt. En op het moment dat je die ingedrukt houdt, zie je hier wel wat knipperen en je ziet daar een locatiedingetje staan. Op het moment dat ik met de ring langs de schotel ga, zal je een constante motion geluid horen en die gaat steeds harder. Op het moment dat die het allerhardst is, zit de target midden onder je schotel. Dan is er nog 1 menu die we niet besproken hebben. En dat was dit icoontje. Dit icoontje zorgt ervoor dat je zelf kan bepalen hoe hoog het geluid is bij een bepaald getal. Je kan dus de tonen verschuiven. Ik raad altijd pas aan om dat te doen op het moment dat je je detector echt kent en dat je weet wat je doet. Dat is een schaalverdeling. Die schaalverdeling die heeft Quest zelf gemaakt. Op het moment dat je die schaalverdeling verandert, komen dingen anders binnen. Dat kan voordelig zijn. Heel veel treklipjes en de treklipjes komen op 30 binnen. Dan kan je zeggen van oké, ik wil alle lage tonen tot 30 aanpassen. Dus nu komt alles vanaf 30 laag binnen. Dan wil ik de middentonen tot 33 hebben en de hoge tonen vanaf 33, dus vanaf 34. Wat je nu hebt gecreëerd is dat alles laag binnenkomt wat onder de 30 zit. 30 geeft een middentoon en alles boven de 30 geeft een hoge toon. Het gevaar is dat als je een prachtige mooie gouden ring hebt die ook 30 geeft, dan denk jij, hé, daar had ik dit middentoontje aan gegeven. Dus dat zal wel een treklipje zijn. Dus ik raad altijd pas aan om dit te doen als je echt weet waar je mee bezig bent. Een andere scenario om dit te gebruiken zou kunnen zijn als je bijvoorbeeld merkt dat je zilveren muntjes op 60 binnenkomen. En jouw tonebreak staat precies op 60. Dus dat hij een hoog en een laag signaal door elkaar heen geeft, waardoor jij in twijfel raakt.
Wat je dan kunt doen is je middentoon wat lager zetten en je hoge toon wat hoger zetten. Waardoor de range van 60 bij 58 tot 64 loopt. Dan zal dus alles binnen de range van 58 tot 64 een strak geluid gaan geven. En het, je kan dus je toonbreek veranderen. Dat kan heel voordelig zijn. Maar nogmaals, dan moet je echt weten wat je doet. Als je zomaar daaraan gaat zitten, dan ga je straks zelf in de war raken. En je weet ook niet meer waar de originele waarden stonden. En kan het eigenlijk als beginner tegen je werken. Dus blijf van die toonbreaks af totdat je exact weet wat je doet. Dit mooie oranje ding. Nou ja, je valt in ieder geval lekker op. Dit is een waterdichte koptelefoon en die is verkrijgbaar voor de Quest. Ook de Quest Q30 en Q30 Plus zijn volledig waterdicht. Je kan ermee het water inlopen, je kan ermee onder water. Je kan er gewoon lekker mee in gang gaan. Dus ga je op vakantie of blijf je thuis met vakantie, maar ga je lekker strandjes af of recreatiegebiedjes. Stap gewoon het water in. Je sluit de koptelefoon aan en je kan lekker onder water, in het water, op het water zoeken. Geen enkel probleem. Waterdichte koptelefoon. Dit was alweer de quick start van de Quest Q30 en de Q30 Plus. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Zeker de beginnende zoekers die een Q30 hebben gekocht en niet helemaal wisten waar alle knopjes voor waren en wat ze doen. Ja, als er vragen zijn, kunnen jullie natuurlijk altijd bij me terecht. Ik probeer zoveel mogelijk antwoord te geven. Het lukt niet altijd, maar ik probeer het wel. En voor deze video was het dan alweer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.